En ook in het Deventer ziekenhuis gaat het voorzichtig de goede kant op. Daar zijn 4 coronapatiënten ontslagen. En dat betekent dat er langzaam meer ruimte komt voor de reguliere zorg. Gisteren zijn de polyklinieken weer wat gestart met het opstart van hun werkzaamheden. Ja, er zijn ook patiënten benaderd die weer mogen komen. Daarbij wordt wel gekeken van welke zorg kan dus niet wachten. En die patiënten die ontvangen we ook. De afgelopen weken gingen alleen spoedoperaties en oncologische ingrepen door. 3 afdelingen in het Deventer ziekenhuis werden omgebouwd om COVID-19 patiënten op te vangen. Voor oncologieverpleegkundige Petra en Lennart een hele omschakeling. De eerste dienst was een nachtdienst en ik merkte aan mezelf dat ik met gezonde spanning in de auto zat, wie ik eigenlijk al jaren niet had gehad als verpleegkundige. Dat was vaak wel heftige zorg, omdat het ook veel onbekendheid was qua zorg. Hoe verloopt het? Heel onvoorspelbaar ziektebeeld. Deze patiëntencategorie die kon snel achteruit gaan. Hoe vaak moet ik bij die patiënt achter de deur gaan kijken hoe het gaat? Hoe vaak moet ik die controles blijven uitvoeren? Inmiddels zijn 2 van de 3 COVID-19 afdelingen weer opgeheven. Er liggen nu nog 20 coronapatiënten en dus is er ruimte voor normale zorg. De afdelingen waar destijds ook waren ingericht voor de COVID-19, die hebben we wel in een bepaalde staat zo gelaten dat op het moment dat het nodig mocht zijn, dat we snel weer kunnen schakelen om ook die afdeling weer in te richten voor deze patiëntengroep. Oncologie is toch mijn passie waar ik voor sta. En ik merk ook dat het bij deze categorie mensen ook veel onzekerheid heeft gegeven. Dat is ook wel iets waar we het onderling vaak over gehad hebben van, hoe zal het gaan met onze patiënten die we eigenlijk nu zouden zien? Maar dat is ook wel iets waar we ons als verpleegkundigen en artsen ook wel een beetje zorgen maken van hoe gaat dat nou zo meteen gebeuren, zeg maar. Wat gaan we daarin tegenkomen?